Kijk, zo'n rat, ik durf het best te zeggen, die gaat 100 jaar mee. Ja. En als we dan iets moeten vervangen, dan moet je kijken hoe sterk het is. Vroeger werden levende of net overleden dieren gebruikt voor onderzoek. Nu steeds minder. Arend is onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Hij zet in dit laboratorium dieren op die bijvoorbeeld worden gebruikt door studenten. Ja, ik kan herkennen. Dit heb ik gemaakt, ja. Ja. Het is ook een plastinaat, hè? Maar wel heel mooi. Wat vind je van die plastinaten? Vind je dat mooi, hè? Ja, eigenlijk aan het kijken naar de hersenen. Oh ja, de sinussen en de hersenen, ja. Ja. Plastinaten, zo noem je zo'n opgezet deel van een lichaam. En in dit geval dus van dieren. Al 40 jaar doet Arend dit werk. Op de universiteit werken ze al even dierproefvrij. Iets waar ook Arend zich voor inzet. Want op zo'n opgezet dier voelt het bijna hetzelfde. Kijk, we moeten natuurlijk wel hoog kwalitatief onderwijs blijven geven. Je kan niet zeggen, we gaan het minder doen. Maar dit is alleen maar beter geworden. Hier kan je bijna de tong, kijk, de tong nog eruit halen. Het is wel de bedoeling dat we uiteindelijk, dat duurt nog wel een paar jaren denk ik, gewoon alles bijna plastineren. En daar zijn we redelijk op weg.